leuk dat je kijkt naar mijn Vlogtober-serie. De hele maand oktober maak ik elke dag, behalve op zondag, een filmpje. En die plaats ik op YouTube. Mijn vlogs gaan voornamelijk over handwerken, breien, haken, naaien, koken. In de oktobervlogs wil ik zoveel mogelijk laten zien van wat ik in die maand doe. Allemaal herfstige dingen, herfstige knutseltjes. En ik heb een paar leuke recepten die ik wil delen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt om te kijken. Dus laten we beginnen aan vandaag. Vandaag is het 1 oktober, dinsdag. Ik loop een dagje achter met filmen. Dus ik film op dinsdag en dat komt op woensdag online. Ik denk dat je dat wel zal begrijpen. Maar mijn eerste Vlogtober-vlog is online gekomen vanochtend. En er zijn heel veel mensen die al gekeken hebben en die hartstikke leuk gereageerd hebben. Dankjewel. Ik heb één vraag ontvangen voor mijn Q&A die ik wil doen. Q&A staat voor Questions and Answers, vragen en antwoorden. En ik spaar ze even op. Tot ik er genoeg heb, want dan kan ik misschien in de een hele vlog allerlei vragen beantwoorden. Dat is misschien wel leuk. En wacht ik eventjes dus of er nog meer vragen komen. En anders, als het bij de ene vraag blijft, dan zal ik die zeker beantwoorden. Want het is op zich wel een hele leuke vraag die ik gekregen heb. Dus vandaar. Ik heb iets opgenomen wat ik nu wil laten zien. Ik wil het heel graag over dit doosje hebben. Dit doosje heb ik een tijdje geleden gekocht. Een tijdje geleden, 2 jaar geleden gekocht. Met de intentie om hier te maken wat erin zit. De Little Box of Crochet is een doosje. En daarmee kun je een... het is een abonnement in een abonnementsvorm. Ik heb daar zelf geen abonnement van. Maar ik heb dat van iemand overgenomen. En met de inhoud van dit doosje kun je dus een krans maken. En ik viel ervoor dat het een kransje is met paddenstoeltjes en met beukennootjes. En een herfstige krans. En mijn bedoeling is steeds geweest om die te maken. Maar ja, dat is er dus nooit van gekomen. Dus nu dacht ik, oké, ik ga Vlogtobervlogs opnemen. Ik ga beginnen aan mijn krans. Ik weet dat ik er ooit eens aan begonnen ben, maar dat ik niet verder gekomen ben. Dus mijn doel is nu om in de maand oktober aan deze krans te werken. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Het doosje is zelfs een beetje verkleurd, want het heeft heel lang op het plankje achter me gestaan in mijn kamertje. Omdat ik het gewoon zo leuk vind. Dus ik ga het openmaken en ik ga laten zien wat erin zit. Ja, ik heb het doosje dus... Even zo, ja. Ik heb het doosje dus van iemand overgenomen. En zij had het ook niet gemaakt. Dus ja, nu ben ik aan de beurt. Dus ik ga het openmaken. En alleen al het openmaken is natuurlijk hartstikke leuk. Kijk, er staat hey, let's crochet. En er zit echt een heel leuk ingepakt pakketje in. Met zo moet het gaan worden. Dit is de bedoeling van dit werkje. Dus ja, je snapt... Ik wil dit gewoon gaan maken nu voor Vlogtober. In het boekje staat helemaal beschreven van A tot Z. Eerst een verhaaltje en dan hoe je het moet maken. Dus ja, heel erg leuk. Ik heb zelfs een... Zit dit erbij? Ik weet niet of ik dat zelf heb uitgekozen of niet. Maar hoe je dit... Ik weet dat ik hier een keer aan begonnen ben. Verder ben ik nooit gekomen. Dus ja, mijn doel is om dat te doen en iedere keer een stukje in de vlog te plaatsen. En uiteindelijk krijgen we dit, et voilà, het eindresultaat. Dus daar gaan we voor. Nou, dit is hoe de inhoud van het doosje er nu uitziet. Dit is de ring waar je dan omheen moet haken en waar je alles op moet gaan maken. En hier was ik dus alles aan begonnen, aan de blaadjes, om die te maken. Ik heb er volgens mij 4 of zo gedaan in verschillende kleuren. Dus ja, het beginnetje is er zeker geweest, maar ik heb het nooit doorgezet. Dus ja, mijn doel is om dat te gaan doen. En elke keer als ik dan wat gedaan heb, dan laat ik het weer zien natuurlijk. En dan uiteindelijk hoop ik dat ik aan het eind van oktober mijn kransje af heb. En dan kan ik dat ook weer afstrepen. Dit zit er allemaal in het doosje. Er zit zelfs een hele leuke haaknaald. Ik weet niet of die erbij zat of dat ik die erin gestopt heb. Het benodigde garen. En nog wat vulling voor de paddenstoeltjes, denk ik. En in dit zakje nog wat lintjes. En wat er allemaal in zit. Oh, een speldje. Om een soort brosje kan je geloof ik ook nog maken. Dus ja. Sorry. En deze mooie kleurtjes. Ik heb er dus al iets van gebruikt om,
om mee aan de gang te gaan. Maar ik dacht, ik begin gewoon in het boekje waar ik gestopt ben. Dus bij de blaadjes. En even kijken hoeveel ik er daarvan nodig heb. Misschien heb ik wel alles gedaan wat ik moest doen. 2 goud, 2 brons en 2 donkergroen staat er. Dus nou, ik heb er 2 gouden en 2 bronzen gemaakt. Dus ik ga 2 donkergroene blaadjes maken. En dan gaan we weer verder. Ik weet ook dat je dat cirkeltje moet je ook omhaken. Volgens mij begint het boekje daarmee. Maar daar was ik... Oh kijk, hier zie je hoe het uiteindelijk allemaal wat je hebt nodig. Wat je hebt gemaakt om het te maken. Dus nou, aan de gang. Ja, dat gaat over mijn doosje. Mijn Little Box of Crochet. Die ik dus een keer van iemand over heb genomen. En ik heb dat opgenomen. En ik wil het gewoon gaan maken. Ik ga even kraken. Ondertussen heb ik de blaadjes die je moest maken af. Dus dat is hartstikke fijn. Goed voorbereid ben ik. Ik heb zes grote blaadjes. Ik heb 6 grote blaadjes, waar is die andere, gemaakt in 3 verschillende kleuren. En van deze grote blaadjes moet ik ook nog 6 kleine blaadjes maken. Dan ben ik niet zo'n hele super haakse, dus mijn blaadjes zien er misschien iets anders uit dan op het voorbeeld, maar het idee is er. Ik wilde dit maken omdat ik steeds zo gecharmeerd was van het boek van Ala Sasha over de bloemen haken. En ik dacht, ja, dat vind ik echt leuk, want ik haak ook best graag. Ik heb ook nog een ander haakproject die ik in oktober wil laten zien en hoop af te kunnen ronden. Maar ik twijfelde dus of ik dat boek zou kopen. En toen dacht ik, nou weet je hebt dat doosje met die krans. Misschien moet je daar eens aan beginnen en kijken of je dat dan leuk vindt. En als je dat dan leuk vindt, dan kun je voor jezelf dat boek aanschaffen. Tot die tijd niet. En als ik het dan, want als ik dan bezig ben en ik vind het niet meer leuk, dan weet ik ook, oké, dat boek is niet voor mij. Ik vind het er wel heel erg gaaf uitzien. Ik zie prachtige foto's van vazen met bloemen en het lijkt me heel leuk om hierachter mooie gehaakte bloemen te hebben staan. Maar ik moet gewoon eventjes kijken of het me gaat lukken. Dus in ieder geval voor mijn krans heb ik 6 verschillend gekleurde blaadjes, groot. En nu stond er in het boekje dat ik 6 gekleurde kleine blaadjes moest gaan haken. Ik zal eventjes het plaatje opzoeken wat ik allemaal nodig heb. Kijk, hier zie je dat. Grote en... Of zijn dat 4 kleine? Nee, van alle kleuren heb je dus 2 grote en 2 kleine blaadjes. Dus ik moet nu 6 kleine blaadjes haken. Dus dat is mijn huiswerk voor de komende paar dagen. En als ik daarmee klaar ben, dan kom ik weer terug. Kom ik mij weer melden met mijn doosje. Maar het is wel leuk. Het is gewoon zonde dat het zo lang op de plank heeft. Heel lang hier achter me op het plankje gestaan. Het is ook een beetje verkleurd, want het hoorde eigenlijk zo'n kleur te hebben. En ondertussen is die zo'n kleur. Dus ja, zonde. Soms is het jammer dat we als breisters... ik wil niet iedereen over hetzelfde... In hetzelfde... schuitje stoppen, maar ik ben wel iemand, ik koop iets en ik bewaar het, want dan vind ik het mooi en dan vind ik het zonde om te gebruiken. Maar en dan op een gegeven moment denk ik, ja, maar het is ook zonde als je het niet gebruikt. Dus wil ik het dan, ga ik het toch in gebruik nemen. Dus ja, soms werkt het zo bij mij, soms moet ik het eventjes bewonderen en soms kan ik niet wachten om ermee aan de gang te gaan. Maar mijn doosje of Little Box of Crochet, die zet ik hier bij mijn potje tijd. En mijn herfstboek. Ik zal het zo van dichtbij filmen. En dan maak ik hier een leuk herfstig tafereeltje. Maar tot zover mijn haakproject. Ik heb nog een haakproject. Daar zal ik morgen iets meer over vertellen. Want dat ligt beneden. En daar moet ik nog wat voor uitrekenen. Dus daar ben ik nog niet helemaal klaar voor vandaag. Maar dat geeft niet. Want morgen ben ik gewoon weer met een filmpje. Dus geen probleem. Waar ik vandaag aan gewerkt heb en gisteren en is de trui voor mijn dochter. Ik was op vakantie in Noorwegen en mijn dochter wilde heel graag een zo'n mooie fluffy Noors gebreide trui. En zij bestookte mij met Instagram berichten van een Noorse ontwerpster, Helena Mo. Volgens mij heet zij zo. Nou, dat zou ik even. Ik zal het even opzoeken. Ja, ze heet Helena Mo. En ze is een Noorse
outdoor adventure. Ze heeft ook pdf's gemaakt over de Lofoten met maps en guides. En ze heeft ook knitting kits, dus kits met knitpatronen. Die kun je alleen in Noorwegen bestellen bij haar. En ja, mijn dochter wilde heel graag een trui van haar. Maar ja, dat ging niet lukken. Ik zal haar Instagram account, ik zal een screenshot maken en het hier voorbij laten komen. Want dan kan je zien waar ik het over heb. Is misschien wel heel erg leuk. Dan moet ik zeggen, mooie omgeving met fluffy truien. Ja, dat wil je natuurlijk. Nou, dat wil ik ook wel. Ik ben in die omgeving geweest en ik vind het echt heel mooi. En ja, die truien pasten daar zeker. Maar ook hier. Dus mijn dochter bestookt mij met foto's van Helene Mo. En dat met haar patronen. Maar ja, haar patronen zijn in het Noors. Nou, spreek ik wel een beetje Zweeds, maar Noors niet. En ja, ik had zoiets van, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Tot ik op een gegeven moment in Noorwegen in een winkel, in een breiwinkel, wolwinkel was. Breiwinkel. Nee, in een handwerkwinkel. Want ze verkochten ook dingen waar je, zeg maar, van die Noorse klederdracht kunt maken. Bandjes en stoffen en zo. En ik vertelde aan, ik raakte met die mevrouw aan de praat en ik vertelde haar dat mijn dochter graag zo'n trui wilde. En zij vertelde dat ze die patronen niet verkocht, maar wel een ander patroon had wat er heel erg op leek. En ook het garen daarvoor. En in samenspraak met mijn dochter heb ik toen dat meegenomen om voor haar die trui te breien. En ik heb het al eens eerder laten zien in mijn vlog. En dat is de Carly Jumper, deze trui. Ja, ik lijkt een beetje op de kleuren die ik ook, die zij ook heeft uitgekozen. Deze is iets meer met roze. De wollen wol die mijn dochter heeft uitgekozen is wel met roze, maar met oranje. Je breidt het kleurwerk, zeg maar, met een bol met verloopgaren. Kijk of ik hem goed in beeld hou. Ja, een bol met verloopgaren en wit is de contrastkleur. Dat is garen wat je samenhoudt. Dus ik heb dat garen meegenomen uit Noorwegen. En ja, ik ben, het was steeds te warm om eraan te breien. Maar ik ben eraan begonnen. En ik had natuurlijk een tijdje geleden laten zien in mijn vlog dat ik dacht van, nou, dat wordt helemaal niks. Ik was aan een mouw begonnen en ik dacht, nee, dat wordt helemaal niks. En tijdens een breiavond met mijn breigroepje hield ik de mouw op. Voor het scherm en zag ik inderdaad wat je nu ook ziet, dat het er hartstikke goed uitziet. Dus ik ben doorgegaan en ik heb twee mouwen af. Dus ja, je breidt eerst de mouwen. Je ziet dat het met een verloopgaar is gebreid. Want ja, ik krijg het niet helemaal gelijk. Maar denk ik, nou ja, die mouwen zitten toch ook allebei aan een andere kant. Even kijken, dit zo zouden ze moeten komen aan de trui. Dus je breidt de mouwen met het kleurwerk en daarna ga je aan het lijf beginnen. En verbind je de mouwen met het lijf en brei je naar boven in de raglan en is die klaar. Dus ja, je hebt geen last van Sleeve Island, want je begint op Sleeve Island. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. En mijn dochter heeft even opgemeten hoe lang een trui haar armen waren. En ja, heb ik het ongeveer een beetje aangehouden. Het is niet helemaal de juiste lengte natuurlijk. Want het komt nog hier samen onder je oksel bij de raglan. En zij is iets kleiner dan dat ik ben. Dus ja, dat gaat helemaal goed komen. Dus ja, heel leuk dat ik twee mouwen af heb. En ik ben voorzichtig begonnen aan het lijf. Nou ben ik er nog niet zo ver. Want ik ben pas met de boord bezig. Dus ja, je breidt dit garen houd ik dubbel samen. Daarmee bereik ik de juiste dikte. En die andere bol hou je enkel. Waar is die? Oh, hier op de grond is die gevallen. Die hou je enkel. En dan krijg je de goede juiste steekverhouding. Ondertussen heb ik wel een naaldpunt. Want je moest het met een naald maat 7 doen. Die heb ik niet in mijn bezit. Want die zit niet in mijn Chogu set. Maar ja, ik ging op de breidagen kijken. Daar kon ik hem niet vinden. En toen ik er aan dacht, was de breidag voorbij. Dus ik heb hem wel besteld. Dus hij is onderweg. En, maar ik heb hem voor nu niet nodig. Ik brei op 6,5. En daarmee kom ik ook aan de juiste steekverhouding. Dus dat is ook prima. Dus ik ga lekker door aan het lijf. Ik heb deze week echt wel tijd om hier een flinke slag op te slaan. Op deze trui. En dat wil ik ook graag. Want steeds had ik maar, ja, een uurtje of een half uurtje tijd. En daarmee kwam ik niet helemaal in het patroon. Want het patroon was, het is een gratis patroon overigens, wat je kunt downloaden van internet. Mocht je denken, oh, die wil ik ook maken. Hartstikke leuk. Ja, zou ik zeker doen. Ik zal hem hieronder linken. De link naar het patroon hieronder zetten.
Je moest zeg maar ook niet aan de zijkant. Normaal begin je aan een chart natuurlijk aan de rechterkant en werk je naar de linkerkant. Maar ook bij dit patroon liep dat iets anders. Dus het vroeg wel enige concentratie om hier aan te werken. En zeker ook met het bijmaken moest je steeds verspringen. Dus uiteindelijk is mijn chart een mooie kleurplaat geworden. Waarmee ik liet zien dat ik zeg maar heb gemeerderd voor de mouwen. En waardoor ik de tweede mouw exact hetzelfde heb gemaakt als de eerste mouw. En dat is natuurlijk wel fijn. Dat is wel zo fijn dat je ook een symmetrische trui hebt. En voor het lijf geeft het patroon nu aan. Je begint met de boord. Dan brei je eerst dit stukje kleurwerk en dan deze. Nou heb ik deze opnieuw nog een keer gekopieerd. Omdat ik daarop gekleurd heb. En ook in een beetje groter gemaakt. Dus ik dacht, ja, is misschien wel handig. Maar dan moet ik dus ook, zeg maar, niet in het midden beginnen. Dus ik moet even goed nog lezen in de beschrijving waar ik moet beginnen. Hieronder staat ook small, medium, large. Ik weet dan niet of dat alleen voor de mouwen is of ook voor het lijf. Ik heb natuurlijk niet helemaal, ben gewoon gelijk begonnen. Ik heb het patroon niet helemaal gelezen. Ik lees vaak het stuk voor waar ik mee moet beginnen. Dus de mouw, het boord, het lijf. En dan begin ik. Dus dan ga ik nog even lezen. Ik ga eerst de boord breien. En voordat ik aan het kleurwerk ga beginnen, ga ik lezen wat ik moet doen. En daar ga ik ermee aan de slag. Ik heb daar heel veel zin in. Wat ik wilde vertellen ook nog is dat je het lijf zeg maar in tweeën moet delen. Je breidt het wel aan één stuk. Maar je begint met het kleurwerk op een bepaalde plek. En als je dan, je moest een extra steekmarker zetten aan het, je moest een marker zetten aan het begin. En eentje halverwege. En die zit hier. Dus ik heb twee steekmarkers. Ik heb 150 steken opgezet. Dus er zit er eentje aan het begin en 75 steken later. Nog één op de helft. En het patroon, wat ik wel gelezen heb in het patroon, is dat ik hier zeg maar, als ik ga beginnen met het kleurwerk, op een bepaald punt begin, dan brei ik tot de volgende marker en dan begin ik weer opnieuw op het punt waar ik hier was begonnen, omdat het niet even is. Dus dan zal het aan de zijkant een beetje gek lopen, maar je gaat straks natuurlijk ook als het samenkomt een raglan inzetten, dus dan gaat het sowieso verspringen. Maar zo blijft de voor- en de achterkant wel gelijk, dus het zal hier niet helemaal onder de oksels doorlopen. Maar ja, dat staat in het patroon, dus dan doe ik dat maar, hè. Ik doe wat er gezegd wordt. Doe wat er van me gevraagd wordt. Dus prima. En ik heb er zin in. Ik vind leuk kleurwerk breien. Ik hou ervan. Ik kijk dan ondertussen lekker vlogjes op YouTube of een serie op Netflix. Dus dat is leuk. En lekker mijn kaarsjes aan en mijn herfstige lampjes. En dat is het waar ik vandaag mee bezig ben. Verder, ik heb vanmorgen gesport. En boodschapjes gedaan. Ik wil van de week nog wat lekkere receptjes gaan maken. Dus daar heb ik onderzoek naar. Nou, onderzoek niet. Ik heb gewoon mijn receptenboek erbij gepakt. En gehaald wat ik daarvoor moet halen. Maar vandaag is het dinsdag. Ik wil vrijdag iets gaan maken. En dat laat ik natuurlijk zien in het filmpje van zaterdag. Lekker voor het weekend. En dat is het denk ik voor vandaag. Dus ik wens je een hele fijne handwerkdag. En dankjewel voor het kijken. En tot morgen maar weer. Doeg!